Hoi iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Terkozoo. Vandaag ga ik samenwerken met Dario. We gaan weer verder werken vlakbij het aquarium, in het aquarium en ook vooraan aan een plein. Heel veel kijk- en luisterplezier. Thank you.
Ziezo, dit was alweer de aflevering. Het enige wat ons nu nog te doen staat, is natuurlijk enkele dieren toevoegen. We hebben nu achter de schermen de permissies klaargemaakt. Hier gaan we zeeschildpadden in doen. Turtle. Ziezo. In deze gaan we zalm doen. We mogen er wel enkele van zo rondzwemmen van de zalmpjes. Ziezo. De volgende komen onze squids. We hebben hier ook tussenin de muur weggehaald. Zodanig dat de squids, aangezien het ook grote beesten zijn, toch iets meer ruimte hebben om een beetje rond te zwemmen. Kijk, squids plaatsen. Even zwemmen tussen de squids. Hier noem ik nu squids, maar ik denk dat we het inktvissen gaan noemen bij ons. Voilà, en dan zie je eruit. Die zitten er ook weer in. Even kijken. De volgende waren de pufferfishen. Ziezo. En dan hebben we nog de kot. Die hebben we niet genomen. Die zijn we vergeten. Ziezo, God Spawn Edge. We mogen er ook wel enkele van rondzwemmen van de kot. Ziezo. En dan is er nog één dingetje te doen. En dat zijn natuurlijk de tropische vissen hier in dit aquarium. Dit ga ik volledig volgooien. Dus hier gaan echt wel heel veel vissen in komen. Kijk, daar echt een klein leuk plekje van maken waar echt super veel vissen in zitten natuurlijk. En het leuke is ook als je erdoor wandelt, de vissen die komen dus langs de twee kanten. Je ziet ze van boven, je ziet ze van links, je ziet ze van rechts. En dat is het leuke aan dit aquarium natuurlijk. Daarom hebben we dat ook zo gemaakt. Visjes zwemmen wel een beetje in de weg, maar we gaan er nog gewoon lekker blijven bijgooien. Zeker in zo'n aquarium, hoe meer vissen daarin zitten, hoe leuker dat natuurlijk is. Ik denk ondertussen wel dat er genoeg visjes in zitten. Ga ik ook eens vanaf de buitenkant meekijken. Snel dichtgooien voor we leren alle vissen ontsnappen. En kijk, hier binnenin ook al de visjes toegevoegd. Ik vind er op zich persoonlijk wel leuk uitzien. En dan hebben we natuurlijk nog buiten. Hier komen ook schildpadden te zitten. Maar dan gaan we hier de uitleg geven van een landschildpad in plaats van de zeeschildpad. Omdat je hebt meerdere soorten schildpadden natuurlijk. Gaan we hier ook gewoon schildpadden toevoegen. Die hier dan ook onder de brug door kunnen. Kijk, daar is er ook al lekker aan toevoegen. En voilà. En dan zijn we volledig klaar voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik zeg tegen jullie bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Ciao!